Voor de oorlog woonden we in Breda. Mijn vader, mijn moeder, mijn broer Dave, mijn zuster Betty en ik. Wij waren anders. Op straat werd ik vaak uitgescholden door andere kinderen. Een buurmeisje dat op een katholieke school zat, zei: "De meester zegt dat jullie slechte mensen zijn, omdat jullie Jezus hebben vermoord." Als ik in de jaren daarna een klein meisje was geweest, dan zou ik me beslist hebben afgevraagd of het nu toch allemaal was omdat we Jezus hadden vermoord. Maar ik was geen klein meisje meer. Het Algemeen Hoofdkwartier deelde ons hedenochtend om 4:15 het volgende mede. Van 3:00 af hebben Duitse troepen de grens overschreden. Vliegaanvallen zijn geprobeerd op enkele vliegvelden. Weermacht en afweer zijn paraat bevonden. Het bittere kruid. Een kleine kroniek. Hoorspel naar het gelijknamige boek van Marga Minko. Bewerking Mark Lohman. Regie Meindert de Goede. Algemene bekendmaking. Gravenhage, 15 mei 1940. De opperbevelhebber van land en zeemacht maant de bevolking aan zich zoveel mogelijk aan haar gewone dagelijkse arbeid te begeven. We waren een paar dagen weg geweest. De hele stad had moeten evacueren. We waren meegegaan in de eindeloze rijen die Breda uittrokken naar de Belgische grens. Na 2 dagen werden we gepasseerd door de bezettingstroepen. Enkele uren later keerden we om en trokken naar de stad terug. Thuis was alles nog zoals we het hadden achtergelaten. Alleen de klok was stil blijven staan. Mijn moeder gooide onmiddellijk de ramen open en begon het huis op te ruimen. Ik ging met mijn vader de stad in. Aan het eind van de straat kwamen we meneer Van Dam tegen. Kijk, kijk. Ah, meneer Van Dam. We zijn er allemaal weer. Ja hoor, gezond en wel. Heeft u al veel bekenden gezien? Verschillende. Mooi. De zoon van Meijer schijnt met een paar vrienden te zijn doorgereden naar de Franse grens. Och ja, zulke jongens zoeken het avontuur, hè. Ik kan ze geen ongelijk geven. Heeft u ze al gezien? Dat is niet mals, hè? Nee, we gaan net even kijken. De hele stad wemelt ervan. Ja, het zal wel. Breda is tenslotte een garnizoenstad. Hoe lang zouden ze het uithouden? Niet lang. En u? Wat doet u? Wij? Wij doen niets. Waarom zouden we? U weet net zo goed als ik wat ze de grens doen. Oh, hier zal het zo'n vaart niet lopen. Voorlopig niet. Kom, we gaan weer eens verder. Ja. Wat bedoelt meneer Van Dam met voorlopig? Hij ziet het somber in, denk ik. Misschien heeft hij gelijk. Je kunt er nog niets van zeggen. We moeten afwachten. Denkt u dat ze met ons hetzelfde doen als in Duitsland? Hier kan zoiets niet gebeuren. Hier is het anders. Daar heb je ze. Nou, zie je wel? Ze doen ons niets. Ze doen ons niets. In het eerste oorlogsjaar kreeg ik TBC en moest een tijd kuren in een ziekenhuis. Alleen op de bezoekuren zaten de oorlog en de nieuwe maatregelen aan mijn bed. We mogen niet meer in schouwburg en bioscopen komen. We mogen niet meer in zwembaden en parken komen. Het is verboden om een fiets te hebben. Radio's zijn verboden. Telefoons zijn verboden. Er wordt zoveel verboden. Ik hoorde het allemaal, maar het was alsof ik er buiten viel. Of het een andere wereld betrof. Toen mijn toestand verbeterde, kon ik mij er niet meer aan onttrekken. En op de dag dat ik uit het ziekenhuis ontslagen werd, wist ik dat ik er middenin stond. De eerste tijd na mijn ontslag uit het ziekenhuis moest ik nog een paar uur per dag rusten. We verhuisden naar Amersfoort,
naar een stille straat. Betty ging in Amsterdam in de rivierenbuurt wonen. Mijn broer Dave en zijn vrouw Lotte trokken bij ons in. Op een dag zag ik mijn vader aankomen. Hij hield een bruin pakje onder zijn arm. Ik liep naar beneden, naar de huiskamer, waar mijn moeder en Lotte zaten, stak mijn hoofd om de deur en zei... Daar komt vader met een pakje. Wat zit erin? Waarin? In dat pakje. Oh, dat zal je wel zien. Wacht maar. Zo, ga maar mee. Zo, daar ben ik weer. Hallo. Ik heb er vast wat meegebracht, dan kunnen jullie ze al op de jassen naaien. Ik zal eens zien of ik gele zij in huis heb. Het is oranje. Je moet er oranje zij voor nemen. Nee, het lijkt mij beter om garen in de kleur van je jas te nemen. Dat zal afschuwelijk staan om een rode mantel, zeg. Ja, zie maar hoe je doet als je er maar aan denkt dat ze aan de linkerkant op borsthoogte moeten zitten. Hoe weet je dat? Nou, dat stond toch in de krant? Daar heb je er veel meegebracht. Kon je er zoveel krijgen? Oh ja hoor. Zoveel ik maar wou. Nou, zullen we ze er maar gelijk op zetten? Goed, ik haal die jassen van de kast. Ja. Wat gebruik je grote steken? Je moet ze zo, maar dat staat netter. Onhandige dingen. Kun je nou een zoom krijgen in die ellendige punten? Nou, je rijgt er eerst een zoom in, daarna speld je hem op je mantel. Je naait hem vast en dan haal je de rijgdraad er weer uit. Dan moet hij goed zitten. Dan zit er scheef op. Nou kan je niet lezen wat erop staat. Dat zullen ze zo ook wel weten. Hey, kijk eens. Hij past precies in de ruit van mijn jasje. Je hebt hem er keurig op genaaid. Kijk. Nou, hoe staat hij? Oh, netjes. Net koninginnedag. Wacht even, dan trek ik de mijne ook aan. Ja, laat maar eens kijken. Zo. Die van jou valt er zo weer af. Oh nee, die valt er nooit meer af. Wat doen jullie? Wij naaien je sterren op. Oh, ik moet even weg. Kan ik mijn jas nog zo aantrekken? Ja, vandaag kan het nog zo. Zal ik hem er even voor je opzetten? Ik ben reuze handig in. Nee, laat mij vandaag nog maar gewoon zijn. We keken Dave na alsof er iets bijzonders aan hem te zien was. Toen kwam het bericht dat alle Joodse mannen zich moesten laten keuren voor de werkkampen. Mij moeten ze niet, zei mijn vader. Hij had een huiduitslag waar hij nu erg mee ingenomen was. Dave zon ook op een middel om afgekeurd te worden. Hij liep enige kennissen af tot hij het had gevonden. Op een mooie middag kwam hij de tuin inlopen. Lotte en ik lagen onder het zonnescherm. Hij floot. Lotte zei... Wat ben jij vrolijk? Ben je ziek? Nee. Wat is dat hoestdrankje dan voor? Voor de keuring. Tegen de zenuwen? Nee, voor iets anders. Is het gevaarlijk? Misschien. Het ruikt bitter. Zou je het wel doen? Och. Word je er ziek van? Ja, en dat moet ook. Dave ging naar binnen. Lotte volgde hem. Even later hoorde ik hem viool spelen. Ik had Dave lang niet horen spelen. Ik gluurde de kamer in. Hij stond in het midden. Lotte zat naar hem te kijken. Hij hield zijn hoofd wat naar voren. Zijn haar viel over zijn gezicht. Waarom stop je nou? Ik weet niet. De volgende middag zag ik het flesje in de badkamer. Het was leeg. Toen ik naar beneden liep... kwam Dave de trap op rennen. Boven gekomen keerde hij meteen weer om. Hij zag bleek en er stonden zweetdruppels op zijn gezicht. Hij werkt het snel? Ja. Wat is dan ook nog nodig om die trap op en neer te lopen? Alles is nodig. Af gaat nog vlot. Maar klimmen kost al aardig wat moeite. Hoe lang doe je dat nog? We moeten zo weg. Ze hadden lang terug moeten zijn. Misschien houden ze daar wel. Het zal er wel druk zijn. Als dat flesje maar helpt.
Daar heb je ze. Zo. Oh, en? Afgekeurd. Wat zei de dokter? Nou, niet veel. Hij vond me niet geschikt voor een werkkamp. Je ziet er ellendig uit. Ja, ik ga wel even op de divan liggen. Kom maar. Knop ik je boord los. Van zo'n paar druppels. Mevrouw Zwagers begon ermee. Zij had zich met haar hele gezin laten fotograferen. Het is zo'n leuk aandenken voor later, zei ze toen ze mijn moeder de foto's liet zien. En je weet nooit wat er nog gebeuren zal, en dan heb je tenminste een foto van elkaar. Mijn moeder was het met haar eens en sprak er met mijn vader over. Laten we dan naar Smelting gaan. Die maakt mooie portretten. Zorg dat jullie er goed uitzien. Misschien moet jij maar niet meegaan. Waarom niet? Misschien is het te vermoeiend. Nou, zo ziek ben ik nou ook weer niet. Ik ben niet erg fotogeniek. Ah. Wat heeft dat er nou mee te maken? Ja. Ja, we hebben trouwens foto's genoeg. Een album vol. Dat zijn allemaal oude vakantiekiekjes. Ja. Ja, maar die zijn toch leuk? Veel leuker dan zo'n portret. Doe dat toch niet te vervelend? Smelting maakt hele goede portretten. Hoewel ik niet van plan was me te laten fotograferen, ging ik toch mee. Lotte poseerde samen met Dave. Smelting hield zijn hand omhoog en ze keken ernaar. Ze glimlachten toen hij het vroeg. Ook mijn ouders keken samen naar die hand en lachten. Ik zei dat ik wel een andere keer zou komen. Er brak een drukke tijd aan voor meneer Smelting. Iedereen liet bij hem een portret maken. Ze stonden er allemaal net eender op. Iedereen had geglimlacht en naar die hand gekeken. Op een middag ging mijn moeder naar mevrouw Zwagers om haar de foto's te laten zien. Maar nog geen half uur later kwam ze met een ontdaan gezicht terug. Ze zijn weg. De hele familie Zwagers is ondergedoken. Voor wat? Ik hoorde het van de buren. Ze hebben alles achtergelaten. Het huis ziet eruit alsof ze er nog wonen. Maar waar zouden ze naartoe zijn? Natuurlijk ergens op het land, bij boeren. Ze heeft me er niets van verteld. Nee, ligt niet. Zoiets ga je toch niet aan de grote klok hangen? Het is wat om zo je boel achter te laten. Maar als je met vakantie gaat, laat je je boel toch ook achter? Ja, dan weet je tenminste wanneer je terugkomt. En dan met 4 kinderen, wat je daar allemaal niet voor mee moet nemen. Onderduiken lijkt me zoiets als je terugtrekken uit het leven. Misschien hebben ze gelijk, wie zal het zeggen? Had ze zo graag die foto's willen laten zien. Ik had altijd gedacht dat er met ons niets zou gebeuren. Ik kon me niet voorstellen dat het waar was. Toen die morgen het telegram uit Amsterdam kwam, was mijn eerste gedachte, iemand moet zich vergist hebben. Maar dat was niet zo. Ze zijn begonnen op het Merwedeplein. 'S avonds om 9 uur zijn ze met overvalwagens voorkomen rijden. Ik zag het voor me. Ik zag de grote auto's en ik zag Betty erin zitten. Ik stond in de tuin. In de perken bloeiden narcissen en tulpen. De dag tevoren had ik er wat geplukt. Ik kon zien waar ik ze afgeknipt had. Binnen vertelde mijn vader van de overvalwagen die gekomen was en van mijn zuster. Je kunt niets doen, zei hij. Je kunt geen hand uitsteken. Ze zeiden tegen ons, jullie hadden al lang weg moeten zijn. Maar we haalden onze schouders op. We bleven. Op een dag vond ik 3 gele enveloppen in de bus met onze namen en geboortedata erop. Het waren de oproepen. We moeten ons melden. Ik voel er weinig voor. Ach, we zullen iets van de wereld zien. Het lijkt me wel avontuurlijk. Ja, ik ben nog nooit verder geweest dan België. We moeten rugzakken kopen en onze kleren voeren met flanellenbond. En we moeten overal doosjes vitamine instoppen. Iemand zei dat. Veel vitamine meenemen. En volgens je oproep moeten we ook kampeerbekers meenemen. Nou, die ga ik dan wel kopen. Nu? Ja, waarom niet? Er zullen wel meer mensen zijn die ze nodig hebben. En straks zijn ze misschien uitverkocht. Hé, hey Dave. Ik ga mee. Hè? We moeten goede kopen. Ja, geen stenen. Die breken te gauw. Nee.
En ze mogen ook niet te klein zijn. En je moet een warme en koude drank in kunnen schenken. Ja. En ze mogen geen bijsmaak geven. In de derde winkel die we binnen gingen, vonden we ze. Rode, inklapbare bekers, waar je van alles in kon schenken en die geen bijsmaak gaven. Ze hadden alleen rode. Maar de bediende zei dat dat fleurig stond bij het kamperen. We kochten ze en liepen terug naar huis. Jammer dat we nergens in mogen. Anders hadden we in de stad koffie kunnen drinken en ze meteen even uitproberen. Maar ze moeten toch eerst gewassen worden. Mooie kampeerbekers gekocht. Wat zijn jullie lang weggebleven? De dokter is geweest. Hij wil niet dat je weggaat. Maar waarom niet? Ik ben toch beter? Je moet voorzichtig zijn, zei hij. Hij heeft een attest voor je achtergelaten. En voor jou ook, Dave. En ik blijf bij jullie om jullie te verzorgen. Zonder van al die vitaminepillen die je aan het innaaien was. De dokter zei dat we verstandig moeten zijn. Wie daar naartoe gaat, komt nooit meer terug, zei hij. Ja, maar ze zullen ons wel pakken als we ons niet melden. We hebben toch een attest? Ik begrijp niet waarom de mensen ons zo bang maken. Ja, wat zullen ze ons nou doen? Ja, we hadden iets van de wereld kunnen zien. Hebben we net zulke mooie kampeerbekers gekocht? Ja, mooie rode, kijk maar. Wat zullen we ermee doen? Laat dat nou maar staan. We kunnen toch niet alles meenemen? Nee. Niets vergeten? Nee, niets. Ze zouden voor 3 komen. Het is al 5. Denk je dat die koffer weer open moet? Ach wel, nee. Daar hebben ze allemaal geen tijd voor. Ze plakken er een zegeltje op. Meer niet. Hey, jij hoort in je bed te liggen. Ik zoek mijn boek. Ga dan naar bed. Straks komen ze en dan moet je in je bed liggen. Ik ga al. Dave en ik lagen in bed toen de mannen belden. Lotte ging open doen. Ze liepen zonder iets te zeggen langs haar heen. Voor ze de koffer verzegelden, controleerden ze alles zorgvuldig. Daarna verzegelden ze de slaapkamer van mijn ouders. Toen ze weg waren, bekeken we de zegels. Het is een koud kunstje om de zegels los te maken en nog iets in de koffer te doen. Zie je dat? En straks plakken we het gewoon weer vast met gluten. Ja, laat nou maar. We hebben niets nodig. Trouwens, zo lang blijven we niet weg. Denk je? Nee, kijk, ze hebben jonge mensen nodig voor de oorlogsindustrie. Alle mannen zijn in het leger. De ouderen die moeten in Amsterdam gaan wonen. Maken ze weer een ghetto. Het zal me een grote killer worden. Laten we hopen dat het niet te lang duurt. Toen mijn ouders weg waren, stonden Lotte en ik in de gang en bekeken het zegel op de deurpost. De kamer kregen iets geheimzinnigs door. Alsof er iets lag dat we niet mochten zien. We gaan gewoon naar binnen. Scheur je nagel niet? Oh nee. Ze hebben alles opgeschreven. We kunnen er niets meer uithalen. Het is net of het niet meer van ons is. Dat komt omdat ze overal met hun handen aan geweest zijn. Zullen we maar weggaan? Ja. Moeten we het zegel weer vastmaken? Nee, laat maar zo. De weken daarna liepen Dave en ik in pyjama door het huis. Soms lagen we hele dagen in bed, omdat de geruchten de ronde deden over huiscontroles. We lagen beneden in de huiskamer en op mooie dagen stonden de tuindeuren open. Hoe jij het zoveel maanden in bed hebt uitgehouden is mij een raadsel. Ach, als je toe gedwongen wordt. Ja, dan went het natuurlijk. Net als een ster dragen. In het ziekenhuis had ik tenminste het gevoel dat het voor mijn eigen bestwil was.
Zeg, mag ik je racket lenen? Ja hoor. Fijn, wacht, ik klim over de schutting. Oké. Okay. Echt fijn. Ik heb het toch niet nodig. Jullie tennissen nu natuurlijk niet, hè? Nee, nu niet. Trouwens, de dokter zou het toch niet goed vinden. Kom mee naar mijn kamer. Ja. Moet ergens in mijn kast liggen. Had ik het zo gevonden. Wat is dat leuk? Wat? Dat stenen katje. Oh, neem maar mee. Zullen jullie toch niet zo lang kunnen blijven? Nou, graag. Het zou zonde zijn als je al die leuke dingen hier laat staan. Dat is waar. Neem nog maar iets mee, hoor. Mag het? Oh. Ja. Dat vaasje. Dat houten bakje. Dat koperen doosje. En oh, dat tasje. Hier, ik zal alles er maar uit doen. Ja, goed. Ik zal het voor je bewaren. Goed. Mag het toch af en toe wel eens gebruiken, hè? Ja hoor, doe maar. Hier, strek het. Oh ja. Ga je mee? Ja. Ik had beter een tas mee kunnen nemen. Maar je wist natuurlijk niet dat je zoveel te dragen zou krijgen. Nee, het kwam tenslotte voor je racket. Fijn dat ik het mag gebruiken. Ik dacht, ik zal het maar vragen. Het is zonde als een goed racket in de kast blijft liggen. Ja, gaat het zo? Oh ja, wil jij even voor me uitkijken? Je moet tegenwoordig zo oppassen. Als ze me zo bij jullie uit huis zien komen, je kan nooit weten. Je zou je onnodig het op de hals halen. Ik zie niks. Oh, nou dag hoor. Dag. Mijn ouders schreven ons dat ze het in Amsterdam goed getroffen hadden. Ze woonden op kamers in de Sarfati-straat, in een groot huis met een tuin. Hoewel ik uit hun brieven opmaakte dat ze het daar niet ongezellig hadden, begreep ik dat ze liever een van hun kinderen bij zich hadden. Op een middag zei ik tegen Dave en Lotte... Weet je wat ik ga doen? Ik ga naar Amsterdam. Hoe kom je daar nou bij? Dat lijkt me onverstandig. Ik heb er genoeg van. Ik wil me wel weer eens aankleden. Ja. Je kunt misschien nog wel het beste in Amsterdam zitten. Hoe wil je dat nou doen? Gewoon. Ik doe de ster van mijn jas een stap in de trein. Als er maar geen strenge controle is. Zodra het donker werd, ging ik op weg. Ik was opgewonden als een klein kind. Niet omdat ik mijn ouders nu gauw terug zou zien, maar omdat ik even zou kunnen doen of alles normaal was. Amsterdam was donker en nat. Er waren nog vrij veel mensen op straat. Niemand keek naar me. Niemand volgde me. Toen ik het huis in de Sarfati-straat had gevonden, belde ik voorzichtig aan, om mijn ouders niet te laten schrikken. Wie kan dat nou zijn? Ik ben het! Wie? Ikke! Kind. Ik kom eens kijken. Kind, hoe heb je het durven doen? Oh, er was niets aan. Heb je zomaar in de trein gezeten? Heeft niemand aan je persoonsbewijs gevraagd? Nee. Dat je aan het loket een kaartje durfde te kopen. Je hebt je ster van je jas gehaald. Ja. Er zitten nog draadjes in je mantel. Je moet hem er maar gauw weer opzetten. Was het druk in de trein? Je zal wel horen hebben. Ze haalde een paar boterhammen voor me. Mijn ouders bleven bij de tafel staan kijken terwijl ik at. Met gezichten van blijde tevredenheid. In het souterrain van het huis ontdekte ik tussen allerlei oude meubelen, dozen met kralen en galons. Ik bracht er uren door. Op een morgen kwamen mijn ouders het trapje af. Ze hadden hun jas aan. Mijn vader deed het licht uit. Trek je mantel aan en is stil. Houd maar aan.
Ze zijn niet thuis. Jas toch eens behoorlijk aan de kapstok. In de synagoge werden lange diensten gehouden. Er werden speciale gebeden gezegd voor de Joden in de kampen. Sommige vrouwen huilden. Dan barstte de eindzang los. De mannen vouwden zingend hun gebedskleden op. De vrouwen trokken hun mantels aan. Het is nu erg koud in Polen. Ze heeft toch warme kleren mee kunnen nemen. Ze had een rugzak klaar liggen. Ja. Ah, daar zijn jullie. Goed Shabbos. Goed Shabbos. Goed Shabbos. Het is koud. Ja, we nemen de kortste weg naar huis. Je hoort steeds meer dat mensen gaan onderduiken. Ja. We moeten voor jou ook maar iets zien te vinden. Ja, maar ik ga niet alleen. Als we nog in Breda wonen, zou het makkelijker gaan. Dan hadden we zo een adres. Ja. Maar hier kennen we niemand. In Breda hadden we gewoon bij de buren kunnen gaan zitten. Hier kost het geld, veel geld. En waar haal ik dat vandaan? Kennen we maar meer mensen. Nou ja, dan laten we maar afwachten. Misschien zal het niet nodig zijn. En als het niet nodig is, dan zit je daar bij vreemden en bezorg je ze alleen maar last. En de tijden zijn toch al zo moeilijk. Ja, moeder. En vergeet niet naar de slager in de Lepelstraat te gaan. Nee. En kom gauw terug, het is vroeg donker. Ja, moeder. Stop eens. Laat jij je persoonsbewijzen zien. Waarom? Daarom. Ja, ja. Het is natuurlijk echt. Ja. Ah, moet ik dat geloven? Zo heet het. Praatjes hebben jullie allemaal. Waar ga je heen? Een boodschap doen. Hola. Staan blijven. Hier, persoonsbewijs. Deze foto. Ken je haar? Nee. Weet je het zeker? Ja, ik ken haar niet. Nee, ga maar. Bij de routestraat durfde ik pas om te kijken. In de verte zag ik hem staan. Ik vroeg me af wie het meisje was en waarom ze gezocht werd. Toen ik de Lepelstraat inliep, zag ik aan het eind een overvalwagen aankomen. Ik draaide me om en wilde teruglopen, maar eenzelfde wagen was al achter me de straat in komen rijden. Er sprongen mannen uit in groene uniformen, gewapend met geweren. Ze liepen naar de huizen en duwden de deuren open. Instappen. Ik woon hier niet. Toch instappen. Nee, ik woon niet in de Lepelstraat. Vraag aan uw commandant of u ook mensen moet meenemen die niet in de Lepelstraat wonen. Je persoonsbewijs. Aufpassen! Staan blijven. Hier. Gaan. Ik liep langs de auto. Er zaten een paar vrouwen op de bank. Uit een van de deuren kwam een jongetje. Hij had een rugzak in zijn ene en een boterham met stroop in zijn andere hand. Over zijn kin liep een bruine veeg. Hij at zijn boterham op en bond zijn rugzak op zijn rug. In de Routestraat begon ik te rennen. Kind, wat ben je vlug terug? Het ging niet. De Lepelstraat was afgezet. Heb je last gehad? Niet echt. Oh, gelukkig maar. Ik heb een verrassing voor je. Wat? Dave en Lotte zijn in de stad. Nee! Jawel.
Ze wonen op de Weteringsgans. Dave heeft de kamer op een valse naam gehuurd. U bedoelt dat ze ondergedoken zijn? Ja. Ik hoop maar dat ze er geen last mee krijgen. Het werd voorjaar. Op de dag voor de avond hadden we in de tuin gezeten. Mijn gezicht was al wat verbrand. In het souterrain had ik een tennisracket en een bal gevonden, waarmee ik oefende tegen de schutting. Je wilt toch wel een zomertrui? Ja hoor. Anders moet je het zeggen, zeilwerk. Staan er nog nieuwe maatregelen in de krant? Nee, vandaag niet. Hé, alweer. Wat? Aan mijn bal vliegt hij alweer op die schutting. Hm. Ga dan ergens anders tegen slaan. Ha, waar tegen? Zie je bal? Nee. Weet je, de steeg zou een mooie schuilplaats zijn. Wacht, ik kom bij je. Boys, zak eens op je hurken. Hallo. Waar zitten jullie? Kun je ons zien? Nee? Waar zit je dan? Hier, achter de schutting. Kijk maar eens goed. Ik zie jullie nog steeds niet. Mooi zo. Blijf jij nog even zitten. Kunnen we zien hoe lang je het volhoudt zonder kram te krijgen. Probeer jij eens over die schutting te klimmen? Waarom nou? Probeer het nou even. Ja, hier, zet hier de voet maar op. Ja? Kom maar. Ja, je moet het natuurlijk wel een beetje vlot doen, hè? Ja, nou, ik doe mijn best hoor. Goed zo. Geen mens die ons hier zoekt. Hé, mijn bal. Ik ga mijn backhand oefenen. Zie je ons? Mag ik ook weer terug? Ja hoor. Oh. Voorzichtig. Ja, ja. Oep. Ja. Kijk eens even. Ik ben helemaal vuil geworden. Nee. Morgen zal ik al een kuil graven. En de bladeren wat weghalen. Die avond, na het eten, stond ik voor het raam en keek naar buiten. Er liep geen mens op straat. Het was zo stil dat je de vogels kon horen fluiten. Ga bij dat raam weg. Want er is niets te zien. Ja, misschien is het beter als we geen thee dronken. Kunnen we vlugger de tuin in als ze komen. Zo ongezellig zonder thee. Ze moeten een loper hebben gehad. Ze stonden in de kamer voor we ons konden verroeren. Haal onze jassen even, zei mijn vader. Mijn moeder dronk haar kopje thee uit. Ik nam mijn mantel van de kapstok, liep de keuken door, de tuin in. Ik trok het poortje achter me dicht en rende de straat uit. Pas op het Frederiksplein stond ik stil. Er was niemand te zien. Het was of ik alleen was in een verlaten stad. Het is goed dat je naar ons toe bent gekomen. Ik had ze niet in de steek moeten laten. Onzin. Je had niet anders kunnen doen. Maar ze zullen zich afvragen waar ik gebleven ben. Ze zullen zich ongerust maken. Ze begrijpen het wel. Ze zijn vast blij dat je er tussenuit bent gegaan. Als ik bij de Hollandse Schouwburg ga wachten totdat ze eruit komen, dan kunnen ze me zien. Nee, dat is veel te riskant. Dave, ik kan er toch gewoon gaan staan? Ik verbied het je. Zo. Kijk eens, een nachtbon. En we moeten je haar bleken. Waarom?
Je moet veranderen voor je weer de straat op gaat. Goed. Zullen we het dan maar meteen gaan doen, Lotte? Kom hier voor de spiegel zitten. Hoe ga je het doen? Ik borstel een mengsel van waterstofperoxide en ammonia door je haar. Doet dat pijn? Het prikt. En je moet natuurlijk je wenkbrauwen epileren. Gelukkig heb je blauwe ogen. Blond haar en blauwe ogen, dat valt niet op. Bij mij zie je toch iets. Mijn ogen zijn te bruin. Dat maakt het blond onnatuurlijk. Mooi. Dan kan ik mijn kleren ophalen in de Sarvatistraat. Geen sprake van. Ik hoorde van de buren daar dat ze het huis de hele dag in de gaten houden. En ze hebben je persoonsbewijs en daarmee je signalement. Ze rekenen natuurlijk op dat je kleren zult gaan halen. Ik heb nog wel wat voor je. Maar wat moet ik dan? Met ons meegaan. Waarheen? De stad uit. Dat is veiliger. Ik weet een adres in Utrecht en daar kunnen we zeker terecht. Het is te hopen. Waar moeten we anders naartoe? Ach, er staan nog genoeg deuren voor ons open. Deuren? Wat? Weet je nog, Dave? Vroeger op zaterdagavond, dat ik dan altijd de deur mocht openzetten? Ja, zodat de vermoeide vreemdeling kon zien dat hij welkom was en mee mocht zitten aan tafel. En ieder jaar hoopte ik dat er iemand zou komen, maar het gebeurde nooit. En jij moest als jongste de vraag stellen. Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? En waarom eten wij ongezuurd brood en bittere kruiden? En dan vertelde vader van de uittocht uit Egypte. Het leek wel of hij het verhaal zong. Ja, ik herinner het me nog. En dan aten we het ongezuurde brood en de bittere kruiden, opdat wij het zouden proeven tot in lengte van dagen. Ja, gek. Ik ben vergeten hoe die kruiden smaakten. Bitter. Het lijkt me beter dat we nu uit elkaar gaan. We zullen in de trein op elkaar wachten. En is dat niet erg omslachtig? Het is toch gemakkelijker om de kaartjes in één keer te kopen? Nee, het is zo beter. Maar Dave, als we samen de hal binnen gaan, dan zijn we tenminste bij elkaar als er wat gebeurt. Er zal niks gebeuren. Tot straks. Oh, straks. Als er nou maar 3 loketten open zijn, dan moeten we nog in dezelfde rij staan. Ja. Nou, ga maar. Dag. Ja, dag. Hij rijdt zo weg. Waar blijft Lotte? Die komt niet. Maar ik heb nergens speciale controle gezien. Ze is bij de gewone controle aangehouden. Ik ga naar haar toe. Dave. Hier heb je mijn tas. Pas goed op jezelf. Wees voorzichtig. Het zal wel loslopen. Ik staarde uit het raam en hield de tas op mijn schoot gedrukt. Al op het Amstelstation stapte ik uit. Daar belde ik Wout op. Ik had hem enige weken tevoren bij Joodse kennissen ontmoet. Hij had gezegd dat ik hem bellen moest als ik in moeilijkheden kwam. Hij vroeg me naar hem toe te komen. Ik heb al een adres voor je. Morgen breng ik je erheen. Waar is het? In de Haarlemmermeer. Ah, vannacht kun je hier slapen. Mijn schoonzusje had haar ook geblondeerd. Maar ze heeft bruine ogen. Ze moeten iets aan haar gezien hebben. Dat spijt me. Wil je een kop thee? Graag. En zet die tas van je schoot. We zijn er. Het kleine huisje? Ja, het zijn dagloners. We gaan achterom. Waarom? Nou, dat is hier de gewoonte. Zo, hier is ze. Wie? Het meisje. Nou al. Ja, daar wist je toch van? Je had je toch opgegeven? Ja, dat wel. Maar ik wist niet dat ze nou al zou komen. Ze is nu gekomen. We hebben geen bed. Dat wordt gebracht. Wanneer? Misschien vandaag nog. Anders morgen, denk ik. Als dat maar waar is. Ik ga weer. Het beste. Ik kom nog wel langs. En als je wat nodig hebt, dan bel je maar. Bedankt.
Ga maar zitten. We eten veel aardappels. Je hebt zeker een groot gezin. We zijn met z'n zessen. En er komt er weer een bij. Wij waren met z'n vijven. Zijn de anderen allemaal weg? Ja. Er komt niemand van terug, zeggen ze. We hebben nog geen bed. Zo. Brengen ze dat dan niet? Ja, die jongen zei dat het misschien vandaag of anders morgen zou komen. Nou ja, ze kan wel zo lang bij jou in bed. Krijg ik bij die jongens. We zullen maar zeggen dat je een nichtje uit Rotterdam bent. We hebben geen familie in Rotterdam. We hebben wel familie in Rotterdam. In ieder geval heb ik een neef die er gewoond heeft. En als ze het bed nou niet brengen? Dan haal ik het. Je hebt het bed nog steeds niet laten brengen. Ik had geen tijd. Je had het moeten brengen. Ik slaap zo slecht. Waar lig je dan? Bij de vrouw in de bedstee. Durf maar eens niet te bewegen. Ze heeft me een keer vol trots gezegd dat ze zich nooit wast. Ze is immers niet vuil. Ze trekt toch iedere week schone kleren aan. Ik zou terug willen naar Amsterdam. Hier zit je veel beter. Ik voer niks uit. Het is net of ik vakantie heb. Je kunt tenminste gaan roeien. Wil jij nog wat drinken? Nee. Heb je nog voor me geïnformeerd? Ja. Ze zijn doorgestuurd. Mijn geld raakt op. Nog even en ik moet hier weg. Waarom? Ze zijn arm. Ik wil ze niet tot last zijn als ik het niet betalen kan. Dan moeten we iets anders voor je zoeken. Denk je dat ze terug zullen komen? Ja. Die vrouw zegt dat niemand terugkomt. Wat weet zij dan al van? Ze komen heus terug. Het is nu gauw afgelopen. Laten we hier weggaan. Goed. Wil je echt niet blijven? Nee. Ik kan jullie niet meer betalen. Je mag blijven. Nee. Jullie hadden zeker een ruimer huis. Ja. En genoeg bedden. Een heleboel. We hadden vaak logiers. Hoeveel? Ik weet het niet meer. Nou ja, het zullen er genoeg geweest zijn. Ik geloof het wel. Zonde van zo'n huis. Wat zonde? Nou, zo'n huis met van alles erin. Maar na de oorlog zullen we er weer gaan wonen. Ja, ja. Ja, ja. Ik moet mijn haar nog legen. Ga maar aan de keukentafel zitten. Doet dat pijn, je haar bleken? In het begin wel, dan prikt het. Maar ja, ik heb het nu zo vaak gebruikt dat mijn haar eraan gewend is geraakt. Je kan beter blond zijn van jezelf. Maar dat is ze niet. Als het was, zat ze je niet. Goedemorgen. Zie je iets? Je bent aardig blond geworden. Niet onnatuurlijk? Nee hoor, er is niets verdachts aan je te zien. Gek. Ik ben zo gewend aan het idee dat ik op een dag ook gepakt zal worden. Maar toch, als ik op reis moet, dan voel ik me weer helemaal nerveus. Doe maar gewoon. Waar denk je aan? Aan de tijd toen alles nog gewoon was. Ik vroeg me af hoe het geweest was. En? Ik weet het niet meer. Ik moet gefietst hebben. Bioscopen zijn gegaan. Gereisd hebben. Ik kan me niet meer voorstellen hoe het was. Ik heb een nieuw persoonsbewijs voor je meegenomen. Dank je. Wat voor een naam heb je me gegeven? Kijk maar. Een hele mooie. Of ik aan mezelf word voorgesteld. Vergeet niet dat je nu een ander bent. Hè? Zorg dat je je niet vergist. Ik zal eraan denken. Gij zult u moeilijk kunnen voorstellen wat het voor mij betekent
na bijna 5 jaren scheiding, thans voor de eerste keer op vaderlandse bodem te toeven. Daar uw voedselvoorraden uitgeput zijn, heeft de opperbevelhebber last gegeven dat onmiddellijk levensmiddelen door vliegtuigen boven bezet Nederland moeten worden afgeworpen. Landgenoten, het uur van uw bevrijding is aangebroken. De vijand heeft de wapenen neergelegd. Enige weken na de bevrijding zocht ik mijn oom op die in Zeist woonde. De bezetters hadden hem ongemoeid gelaten omdat hij getrouwd was met een niet-Joodse vrouw. Hoewel ik hem niet van tevoren geschreven had, zag ik hem staan wachten bij de tramhalte. Dag oom, hoe wist ik dat ik komen zou? Ik sta iedere dag bij de halte te wachten. Ik kijk of je vader meekomt. Maar u heeft toch ook bericht gehad van het Rode Kruis? Jawel, maar dat geloof ik niet. Je kunt immers nooit weten. Praat er maar niet over met tante. Ze begrijpt het toch niet. Kom binnen. Zo. Hang daar je jas maar op. Ik zit altijd hier in de leunstoel bij het raam. Van hieruit kun je de tram zien aankomen. Ja, er is weer een geregelde dienst op Utrecht. Wil je wat drinken? Nee hoor, doet u geen moeite. Ze zeggen dat ik ziek ben. Dat ik me dat van de familie heel erg heb aangetrokken. Dat ik niet meer beter kan worden. Hij weet het gelukkig zelf niet, zegt tante dan. Oh. Ze begrijpt er niks van. Ach. Wacht eens. Wacht. Kijk eens. Wat een keurig pak. Mankeert helemaal niks aan. Van u? Heb het jarenlang bewaard. Hing netjes in de kast. Met mottenballen ertussen. Voor je vader. Ik heb ook nog een paar schoenen in de kast staan. Zo goed als nieuw. Elke keer als ik mijn oom opzocht, stond hij aan de halte. Elke keer liet hij mij het pak zien dat hij in zijn kast bewaarde. Elke keer als hij me wegbracht, zag ik hem kijken naar de tram die aankwam rijden. Dan bleef ik naast hem staan en keek naar de mensen die uitstapten. Alsof ik op iemand wachtte. Iemand met een vertrouwd gezicht. Maar ik miste het geloof van mijn oom. Ze zouden nooit meer terugkomen. Mijn vader niet. Mijn moeder niet. Betty niet. Dave en Lotte niet. Niemand. U heeft geluisterd naar Het Bittere Kruid, een kleine kroniek naar het gelijknamige boek van Marga Minko. U hoorde de stemmen van Angelique de Boer, Dick Scheffer, Willy Bril, Bert Stegeman, Jan Wechter, Trudy Libosan, Loekie Knol, Kees van Ooyen, Jan-Anne Drent, Hans Hoekman, Lisbeth Struppert, Luc van der Lagemaat en Robert Sobels. Techniek, Rob Gerritsen en Hans Viege. Regie, Meinder de Goede.